Oké. Ja, naar aanleiding van een leuke discussie op Twitter wil ik toch even een korte screencast maken van mijn Chromebook. Want daar gaat het over. Rob van Bakel die vraagt: kent iemand een school waar ze van Chromebook zijn afgestapt en nu met een ander of zonder device werken? Durf te vragen. En Jorg die reageert van: waarom zou je dat willen? Nou, dan komt Carlo Upperman erbij, die zegt van: nou ja, wat dacht je van apps en het gebruik van Office 365 op Chromebooks? En dat is inderdaad een punt dat ik steeds opnieuw weer tegenkom, onder andere op Twitter, dat Office 365 op een Chromebook niet zou werken. Carlo die verwijst er overigens ook naar het technologiekompas van Kennisnet. Een prima document. En daar heb ik even gezocht op Chromebook, zoals je hier ziet. En op een aantal plekken in dat document wordt ook iets gezegd over Chromebooks. En verderop in de bijlagen is er een soort van keuzehulpdevices, waar het Chromebook ook een prima plek inneemt. Ja, wat me dan wel opvalt, is dat de Technologiekompas spreekt over een Chromebook als een device dat eigenlijk vrijwel alleen maar in de cloud zou kunnen werken. En ja, dat je ook in een Chrome browser werkt en dat de ervaring ook anders maakt. Nou, daar heeft het Chromebook een hele mooie knop voor. Dat is deze knop, geheel venster. Heb ik nu het idee dat ik in een browser zit te werken of online ben en afgeleid word door allerlei browservensters? Nee, ik dacht het niet. Nou, ik haal hem toch even terug om te laten zien dat ik nu in Word Online zit, maar dat ik met hetzelfde gemak een SWE kan maken. Of een Excel-document online. Ik zal hem even aanklikken. Duurt de eerste keer misschien wel even, maar dan ben ik binnen en kan ik aan het werk in Excel online. En hetzelfde geldt voor PowerPoint. Ik kan gewoon online een PowerPoint maken. Ik heb toegang tot mijn OneDrive waar al mijn PowerPoints staan. En mijn Excel-documenten en mijn Word-documenten. En waar ik ze ook weer uit terug kan halen. Dus ja, als er gezegd wordt van ja, Office 365 werkt niet op een Chromebook, ja, hier bewijs ik volgens mij al het tegendeel. Het is absoluut mogelijk, al geef ik zelf de voorkeur aan Google Docs en Google Sheets en Google Slides. Maar dat terzijde, en waarom, zul je misschien vragen, nou, omdat ik vind dat je daarin veel makkelijker en beter en sneller kunt samenwerken. Maar het is zeker niet zo dat alle Office-producten niet zouden werken op een Chromebook. Nou, dat wilde ik toch even kwijt. Ik hoop dat ik iemand hiermee kan overtuigen. Bedankt voor het kijken in ieder geval.